Oh mijn god, die hacker wil teamen. Ja, ik heb niet eens een zwaard. Ja, doe maar, kom maar. Ik doe niks. Je hackt toch, dus ik kan je er toch niet afschieten. Dagelijks HD. Hallo mensen van Dagelijks HD en welkom terug bij een nieuwe Skywars aflevering. Ik ben Melvin en het is weer donderdag 5 uur en dat betekent maar één ding. Wij gaan weer even lekker wat Skywars potjes spelen. Ik heb er weer een heleboel zin in en laten we gewoon maar hopen dat we ook even wat potjes gaan winnen. Jawel! Laten we gewoon maar nu gelijk beginnen met het allereerste potje. Oké, mensen, we zijn aangekomen bij het allereerste potje. Oké. Nou. Begint al lekker. Nou, toen waren we aangekomen bij het tweede potje. En ik heb nog maar even een keer het overpowered chest aangezet. Want ik zal en moet wel even een beter potje hebben hoor. Want dat vorige potje was gewoon letterlijk echt waar huilen. Ik heb geen flauw idee hoe dat daar opeens ging. Ik werd aangevallen en toen ging ik dood. Ja, zo simpel is het. Het was niet zo fijn, maar oké. We gaan in ieder geval nu op de map Bone spelen. Ik had even geen zin in de andere map die ik net deed. Ik weet even niet eens meer de namen van. Zo slecht ben ik in naam. Oké, nee, het is Rainbow. Hoezo ging ik daar moeilijk over doen? En we gaan in ieder geval even deze chest hier ook openen. En punch 3. Oké, wij hebben punch 3. En wij zijn dus oftewel binnen. Laten we maar gelijk even die punch 3 bogen. Ik hoor iemand lopen. Oké, dat loopt hier. Neem bouw hier. Neem een pijl. Neem nog een pijl. En neem nog een pijl. En neem nog een pijl. En neem nog... Yes! Oh, die gozer die heeft ook voor mij... Oh mijn god, die had voor mij geen punch. Oh, dat was zo close. Oh, daar... Ik zie er iemand te bouwen lopen. Hier, neem een boog. Neem een pijl, meneer. Neem een pijl. Zo, dat zijn al twee. En daar zit er nog eentje. Hier, neem je anders ook maar één pijl, meneer. Pijl. En... Ik zeg toch pijl. Waarom lag ik? Die vind ik niet leuk. Ik lagde. Oh, daar val ik van. Oké, nou, daar staat ook eentje te schieten. Hier, neem je ook maar één pijl. Oh, jammer. Anders neem je nog een pijl. Ja! Is hij eraf? Ja! Oké, ik hoor iemand. Oké, hier, neem, ga dood. Kom op. Holy shit, man, hoe de fuck dan? What the heck? Voor mij had hij zo'n supersterke golden apple of zo. Holy shit, ja, kijk, er ligt er eentje. Oh my god. Dat was wel even echt dat ik dacht van, hoe de fuck deed die gozer dat? In ieder geval, we hebben een enderpearl. Ik ben blij, ik ben heel blij. Ik ben een blije jongen met wat we nu allemaal hebben. We hebben hier in ieder geval een keer een lekker overpowered potje, hoor. Ik zou hem dit allemaal daarin gooien, zo. Hey, joh. Rot even op met je fucking aardappeleieren, wat het ook mogen zijn. Godsamme, man. Vind ik niet leuk. Nee, maar we gaan in ieder geval lekker, jongens. Dit is tenminste een goed Oh. Hey, hallo, ijsbeer. Doe normaal. Stop, maar wij gaan teamen. Ja. Neusbeer. Oh mijn god, hij geeft me zelfs gouden appels. Holy shit, man. Je bent wel echt fucking aardig. Dankjewel, neusbeer. Dankjewel. Oké, we worden aangevallen. Pas op. Pas op. We moeten dit even goed gaan doen. Ik heb ermee geluk dat er iemand in mijn zijkant komt die me herkent. Om het zo maar te zeggen. Klinkt heel egoïstisch, maar ik heb er gewoon geluk mee. Hij had me net zo goed dood kunnen slaan. In ieder geval, laten we hem maar even doodschieten. Hier, neem een pijl. Doei. En neem jou ook maar een pijl. Neem een pijl. Oh, hij gaat zichzelf insluiten. Dat is jammer. Nou, daar hebben we ook nog twee lopen. Ik zit aan te denken wat we kunnen gaan doen. Ik zie wel even hoe we dit gaan doen. We hebben in ieder geval een teampje. Dat is sowieso al leuk. Oh, kijk, we hebben hem. Oh, jammer. Dat was niet helemaal raak. Maar ik zie het vanzelf wel. Nee! Neusbeer 1, 2, 3 is dood. Nee, waarom? Nee! Oh, daar baal ik ook weer van. Oh, my god. Waarom moet Neusbeer dood zijn? Dat vind ik niet leuk. Nou, het was een van korte duur. En hier, anders ga je toch even dood. Ja! Ik heb hem! Oh, yes, oké, dan hebben we nog maar 5 mensen over. Hij wil niet dood. Fok hem dan. Anders gaan we even naar het midden teleporteren met deze enderpearl. Hier, hupsakee, naar het midden. Zo, nu zijn we in het midden. Hé, hier is ook net iemand dood gegaan. Oké. Oh my god, er is hier iemand. Holy shit, wat doe jij? Je gaat dood, ga dood. Yes! Yes, kijk. Dit zijn mooie dingen. Oké. We hebben hier echt gigantisch veel loot. Dit potje gaat echt lekker. Dit is echt voor mij een van de lekkerste overpowered potjes die ik ooit heb gehad. Zonder grappen. Oh mijn god, die gozer heeft ook nog een enderpearl. Oh mijn god, oké, daar ben ik blij mee. Oh, dat betekent dus dat wij nog een keer kunnen gaan teleporteren naar iemand. Oh mijn god, en daar bouwt iemand. Hier, neem een pijl. Ja, neem jou. Serieus? Waarom moet jij hacken? Oh, nou, ik ga nu gewoon deze gouden appel opeten. En we gaan gewoon in de aanval, hoor. Fuck dat. Oké, hier. Neem een enderpearl op jouw eiland. En meneer, ik zal je even doden als het lukt. Meneer. Oh, dan gaat die bouwer de smiecht. Met zijn fucking...
Serieus? Nou, oké, zulke mensen moet je puur bannen. Dit is wel zo jammer, jongens. Dit is wel zo fucking triest. Dit is wel zo ontiegelijk jammer. Dit is wel zo jammer, jij moet gewoon dood. Echt waar, ga toch dood, meneer. Ik vind... Ga gewoon dood! Kom op, waarom lukt dit niet? Waarom... Nou, wat? Dit is onmogelijk. Dit is fucking onhome. Oké. Oh mijn god, die goos rekt dus zo hard. In ieder geval, mensen, we gaan maar naar het volgende potje. Maar dit was gewoon echt diep triest. Oké, mensen, toen waren we aangekomen bij het derde potje van deze aflevering. Ik hoop nu niet dat we weer zo'n zielige hacker tegenkomen. Ik snap ook niet het nut van hacken, al helemaal niet online. Ik geef toe dat ik wel eens gehackt heb in een spel, terwijl ik singleplayer aan het doen was. Maar ja, dat is dan gewoon voor mijn eigen vermaak. Maak ik het voor mezelf leuk en verpest ik het niet voor iemand anders. Maar hierin is gewoon zo jammer. Maar ik ga er voor de rest wel niet over praten, dat is namelijk niet zo interessant. In ieder geval, oh mijn god, doe normaal. Doe normaal, jij. Hallo. Hier, neem een visengel. Hier, neem nog een visengel. Oké, dan niet. Nee, we gaan in ieder geval proberen naar dit eiland te komen. Want die gozer, die was voor mij net geliefd. En dat betekent dus dat wij daar chesten hebben die we kunnen openen. We gaan dit... Oh, kut. Die man die ziet dat ik aan het bouwen ben. Shit, zo. Oké, dit ga ik gewoon proberen. Gewoon YOLO. Yes, we zijn er. We zijn op zijn eiland. Oké, deze gozer had zijn... Ja, kijk, dat zei ik jullie al. Die gozer was geliefd. Ik zag hem opeens weggaan. En ik dacht van, ik zit naast hem. Oftewel, gratis spulletjes. We hebben dus nu een boogje erbij en... Oh, we hebben niet eens zo heel veel bijzonders gekregen. Alleen een helm en een boog. Nou ja, beter iets dan niets. We gaan in ieder geval even dit deponeren en dan gaan we nu maar even spelen en mensen doden. Yep. Oh, er bouwt er iemand. Hier, neem een pijl. Neem nog een pijl. Oké, doei. Nou, dat was makkelijk. Ik hoor die... Oh, wow. Wow. Daar was mijn reactietijd zo snel. Zonder grappen. Ik had wel geluk met mijn chestplate. Maar oh mijn god. Oh, hoe heb ik dat gewonnen? Oh mijn god, dat was echt even... Wow, oké. Daar sta ik nog even een beetje versteld van, hoor. Van mijn eigen actie daar. Nou ja, laten we in ieder geval maar verder lopen. En kijken of we misschien nog iets kunnen vinden. En ja, hopelijk gaan we winnen. En oké, ik zie jou daar. Ja, ik ben niet blind, hoor. Ik zie jou echt wel. Oké, anders nemen we gewoon even de gouden appel. Zo, hebben we gouden appel gegeten. Hij komt nu hier. Neem een pijl. Neem hem. Hit. Oké, hier. Kom op. We staan echt letterlijk in elkaar, maar ik heb hem. Kijk eens aan. En ik zie er iemand daarnaast staan. Hier staat iemand. Daar staat iemand op dat ding. Oké, we moeten in ieder geval even dit heel snel gaan fixen weer. Ik heb nou ook weer zoveel spul wat ik helemaal niet nodig heb. Dit hebben we weer even mogen overwinnen, jongens. Nou, laten we nu maar verder gaan. En zie, daar staat iemand. En oh, we zijn nog met z'n vieren over. Oh mijn god, ik ga best wel lekker dan. Oh. Oké, jongens, ik sta nu boven op mijn paddenstoel, want er is een gozer die... Oh mijn god, hij haalt die sprong. Nee! Fuck! Oh man, waarom? Echt die knockback soms. Ik heb daar soms zoveel ongeluk mee, maar ja. In ieder geval waren het toch wel een redelijk lekker potje, dacht ik zo. We gaan nu gewoon naar een nieuw potje toe, ja. En toen waren we aangekomen bij een nieuw potje en ik heb basic chest aangezet. Vraag me niet waarom, ik had er gewoon op een bepaalde manier even behoefte aan om dat te doen. En ja, nu gaan we gewoon hier even op spelen. Ik hoop dat we even een goed iets kunnen neerzetten, maar ik denk het niet. Want als ik zie wat ik heb, is het alweer echt gewoon puur huilen. En daar bouwt er iemand. Anders, geef hier... Oh, ik mis het ook weer, hè. Oké, daar is in ieder geval... Ze is hier eraf gevallen. Nou, oké, dat is ook alweer mooi dan. Wauw, en... Oeh, nee, ga mij niet aanvallen. Nee, dat vind ik niet leuk, Nee, val mij niet aan. Oké, jongens, daar staat iemand. En ik heb volgens mij niks om mee te gooien. Nee, god, daar baal ik ook weer van. Maar hier zit iemand naast mij en volgens mij wil hij met mijn teamen. Ja, kijk, hè. Oh mijn god, ik vertrouw dit niet. Moeten we dit vertrouwen? Ik heb geen flauw idee of we dit moeten vertrouwen. Voor mij moeten we dit niet vertrouwen. Nee, dit moeten wij niet vertrouwen. Dat dacht ik al. Ik ben zo ongelukkig als ik fucking basic chest aanzet, hè. Ik heb echt nooit iets goeds of zo. Nou ja, laten we in ieder geval maar gewoon nog een potje gaan doen met basic chest. En dan ga ik Iron Golem aanzetten in plaats van die andere kit, ja. En toen waren we aangekomen bij een nieuw potje. En zoals jullie kunnen zien heb ik nu even dus die andere kit aangezet. Nu moet ik wel echt hopen op een wapen uit een chest, hè. En...
Hier, nu krijgen we gewoon niks. Oh, nu moeten we open op die andere chest. Oké, laten we maar naar die andere chest gaan. En hopelijk zit daar wat goeds in. Alsjeblieft. Ja, we hebben de Sharpness 1 zwaard. En het klinkt heel bizar, maar ik ben daar blij mee dat we die hebben. Oké. Nou, we hebben dus in ieder geval dat. We moeten daar dus mee gaan doen. En laten we maar eens kijken of we wat goeds neer kunnen zetten. Zoals ik net ook al zei. En toen ging het verkeerd. Nee, we gaan nu gewoon echt wat goeds doen. Ja. Oké, jongens, ik ga maar gewoon naar een eiland bouwen, want ik heb echt helemaal niks. Oké, we gaan het dus gewoon proberen. En daar viel iemand. Nee! Ik ook! Fuck, hey! Wat? Hij wou dit met mij teamen. Dat is ook weer zoiets. MX de killer 1 zei net tegen mij van team. En toen zei ik niks. En ik ging dus de andere kant op bouwen, schiet hij me eraf. De logica. In ieder geval, mensen, wij gaan nu gewoon naar het allerlaatste potje van deze aflevering, mits die goed gaat. Oké, mensen, we zijn aangekomen bij het allerlaatste potje van deze aflevering. En zoals jullie allemaal al heel erg goed kunnen zien, heb ik overpowered chest aangezet. En speel ik op de map Biomes. Ja, echt waar, deze map die komt echt bijna nooit voor in mijn video's. En ik dacht van, hey, we kunnen het nu wel gewoon een keertje gaan proberen. Hey, swag, swag. Nee, maar we hebben in ieder geval één chest hier. En volgens mij is dat ook, dus ik ga gewoon YOLO waterpolo, deze enderpearl in het midden gooien. Fuck! Hoezo mis ik dat? Wauw, nu moet ik gewoon hier hout gaan weghalen om die tweede chest te vinden. Oh, nou, dit is ook weer huilen. Jammer. Godsamme. Nou mensen, ik heb met... Oh, nog een enderpearl! Oh mijn god, oké, ik heb daar best wel veel geluk. Oké, ik moet nu dus deze tweede enderpearl goed gaan gooien. Oké, een stuk hoger en dan boom. Laat hem er nu opkomen, alsjeblieft. Alsjeblieft. Is dat gewoon niet mogelijk of zo? Waarom gooi ik nou twee enderpearls mis? Oh nee, nu gaat dit zo'n lang potje worden. Maar dan echt heel lang. Oh mijn god, en ik word ook nog aangevallen. Nou, dat waren mijn enderpearls. Ik baal hier zo erg van. Ik had er gewoon twee. Nou hier, anders ga je er maar even af. Meneer hier. Doei. Ik kan het gewoon niet laten. Nou ja, ook maar even eraf als het lukt. Oh, dit is zo zware stront. Oh mijn god, die hacker wil teamen. Ja, ik heb niet eens een zwaard. Ja, doe maar. Kom maar. Ik doe niks. Je hackt toch, dus ik kan je er toch niet afschieten. Ik wil eigenlijk helemaal niet teamen met een hacker. Maar oké, hij geeft me wel allemaal spullen. Hij geeft me zelfs schoenen, terwijl ik er niks aan heb. Maar oké. Ik ga maar gewoon teamen dan. Ik heb toch een andere keuze. En ik zie daar iemand bouwen. Oh, als we dit kunnen raken, dat zou zo episch zijn. Oh mijn god, als dit te raken valt. Oh, rent hij terug? Nee, doe niet. Ik wil jou raken. Fuck off. Nou ja, daar staan we dan. Gezellig. Oké, jongens, meneer de hacker heeft de brug afgebouwd. Ik ga hier nu dus ook gewoon naartoe lopen. En dan springen wij ook, net zoals hem, hierop. En nu zijn wij dus op het hoofdeiland waar ook al twee anderen aanwezig zijn. Ik moet wel even natuurlijk een gouden appel nemen voordat wij doodgaan. Laat hij maar gewoon naar binnen gaan en kijken. Oké, daar hebben we onze meneer de hacker vriend. Nu moeten we dus die andere vinden. Die andere die liep je net buiten. Oké, daar loopt hij. Daar loopt er eentje. Oké, als we nou gewoon even snel op de boom kunnen komen. Klim. En dan liep hier eentje. Ik zag hem. Hij loopt van mij nu op het dak. Ze lopen beide op het dak. Hier. Ga eraf, meneer. Ga eraf. Ga eraf. Ga eraf. Ga eraf. Ga eraf. Ga eraf. Oh mijn god. Wat ben ik een meneer. Wat ben ik misselijk. Ik schiet gewoon helemaal niks raak. Ga toch dood. 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 Oh, fuck yeah. Nou, dat baal ik wel weer van. In ieder geval, mensen, dit was wel de aflevering. Ja, het was op zich wel een grappig laatste potje. We waren gewoon bij de laatste vijf door middel van onze meneer de hacker, de vriend. Maar in ieder geval, heb je genoten? Druk op de blauwe duimpje omhoog en hoop ik jou zondag om 5 uur bij een nieuwe Minecraft Challenge aflevering te zien. Vandaar heb ik nog maar één gezegd tegen jullie. Dus doei, mensen. Hallo. Hallo, ik moest onzin bestellen. Hebben jullie dat? Wat? Onzin.